Hoi, vandaag de favoriete van de maand december. Iets eerder dan dat jullie wellicht gewend zijn van mij dat deze video online komt. Maar dat komt omdat natuurlijk binnenkort de favoriete van het jaar 2014 online gaat komen. Ik moet daar de producten nog allemaal voor uitzoeken, maar ik denk echt dat dat een lange video gaat worden. Maar dat is ook niet heel erg gek als je heel een jaar moet behandelen in één video. Dus en er zijn echt hele mooie producten uitgekomen. Producten die ik heb ontdekt, dus dat gaat een leuke video worden, denk ik. Maar nu eerst de maand december. Heel veel make-up en één, daar begin ik mee, één fashion dingetje. Mijn horloge van Daniel Wellington. Ik mocht van Daniel Wellington mocht ik een horloge uitzoeken. En zij zijn een merk gespecialiseerd in wat typische klassiekere en simpelere horloges met zo'n, ja, een elegante uitstraling. En ik draag altijd dit soort horloges. En ik vind dit echt super mooi. Ook gewoon voor de afwisseling, gewoon omdat het kan, weet je wel. Maar ik vind dit echt een fantastisch mooi horloge. En je kan nu met de code HOLIDAYELISION, heb je nu 15% korting. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan je even naar Daniel Wellington gaan. Het leuke is dus dat het ook helemaal komt in een heel mooi doosje. En het is ook gewoon heel chic verpakt. Ik moet er echt heel even aan wennen dat het gewoon een leren bandje is. Want ik ben natuurlijk dit gewend. Maar ik vind hem echt heel tof. Echt heel tof. Het is echt even wennen. Maar ik ben heel erg blij dat ik een horloge uit mocht zoeken. Dus dit is absoluut een favoriet van mij. Dan ga ik door naar een lippenstift. Dit is nummer 07 Volumizing Lipstick van de HEMA. Hier is een review van geweest en ik heb hem op dit moment op. Dus je kan meteen kijken hoe die eruit ziet. Het is een beetje, het is een soort fuchsia. Het heeft iets roods, het heeft iets paars, het heeft iets roze. Het is eigenlijk best wel een hele bijzondere kleur. En ik vind het een hele mooie kerstkleur. Want als je niet altijd van de rode tinten bent, wat me best wel voor kan stellen, of van paars, dan vind ik zo'n iets wat donkerrozere tint ook echt heel mooi. En heel erg passend bij dit seizoen. Dus dan is dit echt een enorme aanrader. En deze lipstift kostte €3,50. Het is een koopje. Hij geeft wel behoorlijk af, maar hij blijft voor een budget lipstift behoorlijk goed zitten, vind ik ook. Een uur of 3-4. En een lichte maaltijd overleeft hij. Maar een zwaardere maaltijd, of om te zeggen gewoon avondeten of gewoon diner, dat overleeft hij niet. Maar dan moet je gewoon even bijwerken. Maar een lippenstift is ook gewoon het mooiste als je hem af en toe gewoon even bijwerkt. Want dan vermijd je ook gewoon die randjes. Simpel als dat. En volumizing, ja, wel een beetje. Ik heb wel volle lippen van mezelf, dus het is niet zo dat ik dat bij mij nou heel erg opvalt. Maar ja, ook wel een beetje volumizing. Ik ben benieuwd wat iemand met iets minder grote lippen, laat maar zeggen, wat die er dan van vindt. Dus misschien kan een van jullie mij dat zeggen. Dan, even kijken. De Essence Come to Town collectie. Volgens mij is die er nog. Want het is de Essence Come to Town. Was tot en met december. En het is nog december. Ik had deze producten ervan gereviewd. Dit is de Essence Come to Town Quattro Eyeshadow. En die vind ik echt leuk. Ik hoor er hele gemengde reviews over. Hele gemengde reacties. Ik vind hem tof. Voor de prijs die je betaalt van ongeveer €3. Vind ik het absoluut geen verkeerd paletten. Maar laten we wel wezen jongens. Het is ook geen Urban Decay kwaliteit. En ik vind soms dat we een beetje te kritisch zijn geworden of zo op de budgetmerken. Niet dat we niet kritisch mogen zijn. Ik bedoel, ik ben enorm kritisch. Maar zo'n paletten kost €3. Krijg je 4 kleurtjes die allemaal relatief tot goed gepigmenteerd zijn. Ja, je hebt last van fallout. Maar ik heb dat ook bij Urban Decay en Inglot. Die veel duurder zijn. Dus op zich maakt het dan ook niet zo heel erg veel uit. En ik vind het een leuke combinatie. Ik vind vooral de Bordeaux kleur echt enorm mooi. En ik weet dat er een blogger helemaal niet tevreden was over die kleur. Ik ben weergeloos tevreden over die kleur. Dus het is wel een aanrader, vind ik. En de twee lippenstiften. Dit is Wrapped in Pink. Maar dat is echt onzin, want het is Wrapped in Purple. Want hij is echt hartstikke paars. En dit is mijn favoriete kleur van deze collectie. Want die vind ik echt super vet. Een hele mooie paarse. En dit is een hele typische, bijna fluoriserend rode. Is That You Santa? Ik vind hem bijna iets te fluoriserend. Ik vind hem niet meer... Ik hou een rode kleur, moet in mijn ogen best wel elegant zijn. En klassiek en gewoon mooi. En deze kleur is niet per se heel mooi. Hij is wel heel schreeuwerig en dekkend. Je moet ervan houden. Ik vind hem net... Ik vind hem gewoon net even iets te... Niet zo mooi of zo. Snap je wat ik bedoel? Hij mist gewoon een bepaalde soort elegantie. En dat vind ik wel belangrijk bij rode kleuren. Maar de pigmentatie is echt geweldig. En deze waren €1,89 of €1,69. Top kwaliteit. Leuke collectie van Essence. Dan heb ik een luchtje van Killer Queen. En dit luchtje heb ik bij een pers-event gekregen. Ik heb de twee luchtjes van Katy Perry die daarna zijn uitgekomen. Die heb ik gereviewd. Dit luchtje niet. Alleen, ik heb hem terug in de verpakking gedaan. Alleen,
ik weet niet of er dan gewenst is of hier nog een review van komt. Aangezien deze al een behoorlijke tijd uit is. Zo ja, dan laat ik hier gewoon een review van komen. Want ik vind namelijk het een ontzettend lekkere geur. Ik ga nu even wat opdoen. Ja, het is een ontzettend lekkere geur. En hij ruikt heel erg naar die andere twee. Maar deze is wat fruitiger en wat bloemiger en wat ronder. En dat vind ik, vind het ontzettend leuke geuren van Katy Perry. Dus ik denk dat die ook wel weer terugkomen in de favoriete video van 2014. Dus als hier nog een review gewenst van is, dan komt hij er. Maar misschien is het een beetje een soort van mosterd naar de maaltijd. Maar dit is in ieder geval wel, sinds dat ik hem dus heb gekregen, is het dus echt een favoriet van mij. Dus top. Op hetzelfde event waar ik was, waar ik dit luchtje kreeg, was er een visagiste van Rimmel, Angelique Doppenberg, die een touch-up aan mij deed. Die heeft uiteindelijk mijn ooglook aangepast en een nieuw blush-up gedaan en lippenstift. En ik zag er echt als een bombshell uit. Dus dat heeft ze geweldig goed gedaan. Ongelooflijk. En ze gebruikte dit paletten daarvoor. 4 kleurtjes en in het midden een beetje een oranje-rode tint. Ik laat hem gewoon even zo zien. Ik vind die, dit is een beetje koper, oranje-rood. En ik dacht, meestal staat dat mij niet, want het kan mij heel ziekelijk laten lijken. Maar in combinatie met de andere kleuren, want zo heeft zij het bij mij dan opgebracht. Ik vond het zo'n leuk paletje. Echt enorm mooi. Dus ik vind het echt een groot succes. En als hier dus ook nog gewenst is dat hier een review van komt met een ooglook, dan laat ik dat zien. Dan hoop ik dat ik een beetje dezelfde kwaliteit heb als Angelique. Want dan dat ik het een beetje goed na kan doen. Maar ik vind het echt een heel erg leuk palet. En Rimmel is niet zozeer een merk waar ik heel erg snel naar zou grijpen. Maar, en dat is een beetje onzin eigenlijk. Want ik vind het wel echt een heel mooi merk. Ik ben alleen geen fan van de mascara's. Die zijn vaak te dik. Maar de rest van de producten, vooral de lipproducten, ben ik wel enorm fan. Dus ik zou eens wat meer moeten kijken naar andere producten. Maar meestal als je eenmaal je producten hebt gevonden van een bepaald merk, kijk je ook niet verder. Maar ja, ik ben een beautyblogger, dus dat mag ook voor mij niet echt opgaan natuurlijk. Dan als laatste nagellak. Sally Hansen nagellakjes. Dit is de topcoat en dit zijn de 2 kleurtjes. Je kan ook een gewone nagellak gebruiken en deze topcoat van Sally Hansen gebruiken. Je kan ook deze 2 nagellakjes gebruiken en een andere topcoat gebruiken. Wat wel zo is, dat in combinatie met elkaar ze het allerbeste resultaat geven. Maar het is even een aanschaf, want deze is 13 euro dacht ik. Het is meer dan 10 euro om even zo'n flesje aan te schaffen. En dan kosten de kleurtjes ook weer diezelfde prijs. Maar als je hem eenmaal hebt, doe je er wel heel erg lang mee. Blijft het echt bijvoorbeeld een week zitten? Nee, dat doet het niet. Ook bij mij niet. Maar dat komt omdat bij mij blijft sowieso nooit zelfs een gellak niet een week zitten. Dat komt omdat ik gewoon op de een of andere manier daar niet geschikt voor ben. En mijn nagels zijn niet heel sterk. Dus dan heb je al sneller dat bijvoorbeeld een resultaat van 4 dagen al ontzettend goed resultaat is. Wat bij mij het geval is. Het kan dus zijn dat die bij jou wel 7 dagen blijft zitten. Omdat je gewoon sterkere nagels hebt. Het kan zelfs zijn dat hij bij jou 10 dagen blijft zitten. Omdat je gewoon echt hele sterke nagels hebt. Dus dat ligt een beetje gewoon simpelweg aan de kwaliteit van je nagels. Ik vind het resultaat wel echt heel erg goed. En ze hebben ontzettend veel kleurtjes. Dus daarin kan je ook nog eens heel erg leuk kiezen. Dus als ik een keer een weekend weg ga of zo en ik heb geen zin in gel nagels, dan is dit bijvoorbeeld ideaal. Want dan blijft het dus echt het hele weekend zitten. Dus ja, ik vind het wel, ik vind het top. En ik weet dat het wat duurder is, maar de kwaliteit is er op zich ook wel naar. En ik ben er wel echt tevreden over. Dan, lakjes van Essie. Deze maken deel uit van de wintercollectie. En ik heb op dit moment deze op. Dit is Jiggle High, Jiggle Low. Dit is een hele mooie zilveren kleur dat eigenlijk net een beetje een spiegel is. OPI kwam vorig jaar met zo'n nagellak uit dat bijna een spiegeltje leek. Nou, dit lijkt ook echt bijna net een spiegeltje. Echt een hele leuke kleur. Dus dit is echt een van mijn favorieten. En ik vind sowieso het een hele leuke collectie. De lakjes die niet behoren dekkend te zijn, zoals deze 2. Nou ja, dit zijn ook van die typische nude lakjes. Dus dat is ook oké. En de rest, ja, is gewoon hartstikke dekkend. Is gewoon mooi koraal en is gewoon rood. En het is... ik had nog wel echt een bordeaux kleur. Ook wel heel erg tof gevonden als dat erbij zat. Maar ik vind het een hele mooie, chique collectie. Die inderdaad geschikt is voor kerst. Maar ook voor het voorjaar. Dat is eigenlijk heel erg grappig. Want ik vind dit zijn ook echt kleuren die ik in het voorjaar opdoe. Nu ook, maar ook in het voorjaar. Dus dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Zijn wel prijzig. 10 euro per lakje. Maar Essie is er ook wel de kwaliteit naar. Maar ja, ik zou een aanbieding in de gaten houden. Bijvoorbeeld van bol.com. Die hebben heel vaak 3 halen, 2 betalen. Dus dan is het ook de mensen nog lekker shoppen. Dus,
Dat was hem. Dat waren mijn favorieten van december. Ik hoop dat je binnenkort weer kijkt naar mijn favorieten van het jaar 2014. Ik ga heel erg mijn best doen om daar een leuke informatieve video van te maken. Om echt mijn tips te delen. En ik heb echt behoorlijk wat tips. Maar ik zal wel proberen selectief te zijn. Want anders praat ik gewoon te veel. Want ik praat nu ook al 10 minuten. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou het heel tof vinden als je zou willen abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!